Goedemiddag. Welkom bij deze presentatie van het boek Pierre Lardinois, Een leven voor de landbouw, geschreven door Peter Bootsma en uitgegeven bij uitgeverij Boom. Ik heet iedereen die online meekijkt van harte welkom, met name de vele personen die hebben geholpen bij de totstandkoming van het boek. Maar in het bijzonder heet ik natuurlijk welkom mijn gasten hier aan tafel. Links van mij voor u, maar aan mijn rechterzijde, ziet u Carola Schouten, de huidige minister van Landbouw. Welkom. Dank u. En naast haar zit Peter Bootsma, de auteur van het boek. En voor u rechts en links van mij zit Wiebe Draaier, de bestuursvoorzitter van de Rabobank. En naast hem oud-CDA-politicus René van der Linden, die lid was van het kabinet van mijn vader in Brussel. Ik ben hen zeer erkentelijk dat zij hier zijn om het boek vanmiddag met ons te bespreken. Mijn naam is André Lardinois, ik ben de jongste zoon van Pierre Lardinois en was ook lid van de begeleidingscommissie van het boek, samen met Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit, en Frank van den Heuvel, maatschappelijk ondernemer en actief CDA-lid. U ziet het boek voor de sprekers hier aan tafel liggen. En mag ik u, mevrouw Schouten, inderdaad uitnodigen om het eerste exemplaar op te pakken en hoog te houden. Nou, ja. Voor de camera. Fijn, dank u wel. Ik moet even kijken waar de camera staat. Ik denk dat hij daar staat. Ja. Fantastisch mooie koffer van het boek. Maar ik denk dat de inhoud nog beter is. Dat schat ik zomaar eens in. Maar heel mooi dat gewoon kan. En dat we hier ook mogen zijn om dit in ontvangst te nemen. Heel veel dank. Dank. Geweldig. De anderen mogen nou ook, hoor, een exemplaar nemen. Oh. Want daarmee is het dan officieel onthuld. De naam Pierre Lardinois is bij het grote publiek niet meer erg bekend. En toch was hij een vooraanstaand politicus en later bankier in de naoorlogse geschiedenis. Tussen 1973 en 1977 was hij Europese commissaris van Landbouw in Brussel. En de laatste 10 jaar van zijn leven was hij voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank. Met mijn gasten hier aan tafel wil ik het komende uur hebben over de persoon en de nalatenschap van Pierre Lardinois. Daarbij zal onder meer het gemeenschappelijke landbouwbeleid ter sprake komen, maar ook de Brexit, de Europese beweging en de blijvende rol die de agrarische sector speelt bij de profilering van de Rabobank. Voordat wij overgaan tot deze gewichtige zaken, willen wij echter eerst uw geheugen opfrissen door een kort filmpje te tonen waarop Pierre Lardinois te zien is. Het is gemaakt op 13 december 1972 voor de Nederlandse televisie, vlak nadat officieel bekend was geworden dat Pierre Lardinois de nieuwe eurocommissaris zou worden in Brussel. Hij werd daarvoor een hele dag gevolgd door een filmploeg en geïnterviewd door NOS-journalist Fred Verbakel. U ziet de filmploeg eerst aankomen samen met de chauffeur van Lardinois bij zijn huis in Eindhoven, waar hij ook tijdens zijn ministerschap was blijven wonen. Daar zien we hem onder andere afscheid nemen van zijn vrouw, mijn moeder, Marja Peters. En vervolgens zien we hem naar het ministerie van Landbouw rijden aan de Bezuidenhoutse weg in Den Haag, waar het ministerie nog steeds gevestigd is. Daar zien we hem stafoverleg voeren met enkele topambtenaren van het ministerie. En tenslotte zien we hem in het vliegtuig op weg naar Brussel, waar hij aan een vergadering van de ministers van Landbouw van de toenmalige EEG zal gaan deelnemen. Ik stel voor dat we gaan kijken. Morgen, hoe is het? Mag ik nog feliciteren met die benoeming? Ja, treffelijk. Heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Uitstekend. Al lang hier? Nee. De ploeg wel, maar ik ben met de chauffeur meegekomen. Oh, juist. Komt u binnen. Ja, een kopje koffie en dan weer snel weg. Ja. Oké. Ja, dank u. Zo.
mevrouw, wanneer ziet u uw man nou terug? Nou, ik denk dinsdag of woensdag als het meevalt. Als het niet al te laat wordt in Brussel. Meestal duurt het langer dat hij weg is? Nou, hij komt meestal één keer in de week thuis. Of ik ga één keer in de week naar Den Haag. Meestal heb ik er dan niets te doen of zo. Maar hij probeert altijd midden in de week één keer thuis te komen. Als dat lukt. Hoe vindt u zijn benoeming tot lid van de Europese Commissie? Nou, ik vind het voor hem natuurlijk wel heel erg fijn. Nou, voor ons, voor de kinderen en voor mij zal het natuurlijk wel weer een hele overgang zijn. Meneer Ladinga, wat is het voor gevoel om lid van de Europese Commissie te worden? Nou, ik vind het wel een uitdaging. Het is heel iets anders. Voor gevoel, ja, dat is moeilijk te zeggen. Enerzijds heb ik er wel zin in. Aan de andere kant, het is nog veel meer een vergaderbaan dan minister zijn. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan. Misschien ook omdat als wij in Brussel zijn, wij altijd vergaderen. Maar misschien valt het wel mee. En dat is op zichzelf nou niet zo aantrekkelijk. Zo, meneer Remmers, zwaar. Zin in koffie? Juffrouw Van As, kom nu even. Laten we de staf maar laten beginnen om 11 uur. De mensen van het interview zitten hier alleen. Ah ja, dat is juist. Dat is juist. Nou heren, bijzonder welkom. We hebben dus vandaag vooral consequenties op korte termijn van mijn aanstaande waarschijnlijke vertrek. Ik dacht dat ik afscheid kan nemen in een redelijke sfeer tussen minister en departement. En de landen- en tuinbouw, daar blijft altijd veel te wensen over. Maar ik dacht dat wij, en ik persoonlijk ook, niet helemaal ontevreden mag zijn over de afgelopen paar jaar. We vliegen nou hoog boven de Nederlandse politiek. Bent u blij dat u er in januari van verrost bent? Nee. Ik blijf verbonden met de Nederlandse politiek. Daarvoor is dit ook een politieke functie. Maar aan de andere kant heeft het natuurlijk wel iets aantrekkelijks om weer eens ergens anders en opnieuw te kunnen beginnen. Het is aantrekkelijker voor u dan terug te keren als Tweede Kamerlid bijvoorbeeld? Jazeker, ja. Is er nou een kans dat u zich gaat afzetten tegen de Nederlandse politiek omdat u het in een wat wijder Europees vlak gaat zien zoals minister Luns is overkomen als secretaris-generaal van de NAVO? Dat ben ik bepaald niet van plan. Mevrouw Schouten, mag ik u vragen om een eerste reactie op dit filmpje? Weet u bijvoorbeeld nog de eerste keer dat u aankwam bij het ministerie van Landbouw? Dat weet ik zeker, ja. Maar wat een fantastische film. Echt ongelooflijk. Gewoon ook de sfeer die daar heerst. Het zijn natuurlijk, als ik even naar de staf kijk, alleen maar mannen die aan het roken zijn. Ja, dat wilde ik. Dat was mijn volgende vraag. Dat viel mij wel meteen op. Overigens, gebouwen precies hetzelfde. En ik zie nu ook dat waar onze binnenplaats is, dat was de parkeerplaats. Dus echt al heel erg mooi om al die beelden gewoon zo te zien. Ik weet ook nog heel goed dat ik aankwam, ja, voor de eerste keer. En dan ben je ook al onder de indruk. Want je weet wel, van er gaat nu iets gebeuren. Er komt een periode aan waarin je hele mooie dingen kunt doen, maar waar er ook moeilijke besluiten zullen moeten gaan vallen. Volgens mij was het de heer Wiegel die wel eens heeft gezegd, de eerste en de laatste dag, dat zijn de beste dagen van je ministerschap. Ik denk dat ik het wel kan beamen. De laatste dag weet ik nog niet. Maar dat, maar dat is natuurlijk een hele feestelijke dag. Alleen ja, daarna begint het werk. En dat zie je hier natuurlijk ook. Dit is gewoon echt gewoon hoe het nog steeds gaat eigenlijk. Ja, en inderdaad, het valt op, hè, dat alle topambtenaren mannen zijn en die ook nog roken. Ja. Nou, dat laatste zal niet meer het geval zijn. Maar nee, hoe staat het op dit moment met de verhouding man-vrouw op het ministerie? Maar dat is wel in ieder geval in de top. Ik bedoel, ik weet niet precies hoe het in het hele gebouw is, maar in de top hebben we dat behoorlijk evenwichtig verdeeld. Vind ik ook belangrijk. Het is, denk juist ook, dat ook elk departement ook een afspiegeling van de samenleving moet zijn. Ook iedereen moet mee kunnen denken ook over de beslissingen die daar genomen moeten worden. Dat moet je nooit vanuit één perspectief doen.
En daar proberen we ook wel goed op te letten bij de mensen die daar werken. Uiteraard moeten het gewoon ook mensen zijn, en dat zijn ze gelukkig ook, die gewoon kennis van zaken hebben en ook weten wat er speelt. Dat vond ik ook mooi in het filmpje, dat hij zei van... het moeilijkste is misschien wel de vergadercultuur waar je in terechtkomt als je naar Europa gaat. Ik herken wel wat van dat we daar, als we daar zijn, dan zijn we inderdaad eindeloos aan het vergaderen. En dat hij zei van, je moet die band houden met de praktijk. En dat onderken, zeker op het terrein van LNV, moet je gewoon die band met die praktijk hebben. En dat stimuleer ik bij onze mensen altijd ook heel erg. Nou, ja, mijn volgende vraag, en die zal ik aan alle hier aan tafel stellen, zal inderdaad over het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid gaan. Waar mijn vader natuurlijk ook eerst als minister, maar zeker als eurocommissaris mee te maken had. En hij is natuurlijk na zijn studie in Wageningen begonnen als landbouwconsulent. Eerst in Noord-Holland en toen in Brabant. En met name in Brabant kwam hij natuurlijk hele zware armoede tegen. Dat was begin jaren 50. En hij was dus ook een groot voorstander van dat gemeenschappelijke landbouwbeleid. Zoals dat door Mansholt natuurlijk was opgezet. Mede natuurlijk ter bestrijding van de grote armoede die er was. En het middel daartoe was natuurlijk de intensivering van de landbouw. Ook dan natuurlijk garanderen dat er een voedselvoorziening was voor Europa. En dat je kunt zeggen dat is zeker tot op zekere hoogte gelukt. Maar ook hij liep al tegen de beperkingen aan. En in zijn tijd was dat met name de enorme kosten van dat gemeenschappelijke landbouwbeleid. Wat ziet u nu als eigenlijk het doel van het gemeenschappelijke landbouwbeleid? Is dat veranderd? Is dat nog hetzelfde? En wat zijn de obstakels waar nu eigenlijk tegenaan gelopen wordt? Daar ben ik wel geïnteresseerd en graag ook straks van de anderen. Ja, nou, het is een hele actuele discussie, want ik heb 3-4 weken geleden denk ik nog tot diep in de nacht ook zitten onderhandelen over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het wordt elke keer voor zo'n 7 jaar vastgesteld. En we staan nu op het punt dat het voor de komende jaren weer daar de keuzes worden gemaakt. En het feit dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid er is, en wij vergeten dat veel te veel, maakt dat we hier inderdaad allemaal gezond, kwalitatief, goed en betaalbaar voedsel hebben. En wij vinden dat heel normaal. Het lijkt wel alsof je loopt de supermarkt binnen, je gaat naar de groenteman, je gaat naar de bakker en alles is voorhanden. De basis daarvoor ligt wel in dat GLB, in dat gemeenschappelijk landbouwbeleid. En het heeft echt Europa breed ook veel meer de welvaart en het welzijn verhoogd. We mogen echt niet vergeten dat wat voor onschatbare waarde dat heeft geweest. Tegelijkertijd moet je het nu ook wel weer, en dat was bij uw vader zo, maar dat geldt nu weer, ook weer kijken wat zijn de uitdagingen van deze tijd. En we zien dat er natuurlijk ook nu grote opgaves liggen in klimaat, de verbanden eigenlijk weer vinden tussen natuur en landbouw. Daar zorgen dat we, wat ik al noem, maar met de natuur meewerken, alleen, in plaats van er alleen maar tegenin, want daar zitten gewoon beperkingen aan. Ik hoef niet alle emissies, geloof ik, nu te noemen die opspelen, maar er zijn er nogal wat. En daar zal ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid in mijn visie ook wel weer echt een bijdrage aan moeten leveren om die uitdagingen aan te gaan. Mm-hmm. Dat is de beste garantie om te zorgen dat wij een goede voedselvoorziening in Europa houden, van onschatbare waarde nogmaals. En tegelijkertijd op zo'n manier te doen dat we dat ook kunnen doen in evenwicht met onze omgeving, onze leefomgeving en met maatschappelijk draagvlak. Yeah. Want ik zie nu ook wel dat ook juist het gemeenschappelijk landbouwbeleid maatschappelijk nu veel meer discussie oproept. Omdat mensen ook willen zien dat het dan ook bijdraagt aan meerdere doelen. Mijn zorg is meer dat wat wij nu zeggen, boeren en burgers of stad en platteland in die zin veel meer uit elkaar beginnen te groeien. Mm-hmm. En ik geloof ook echt dat gemeenschappelijk landbouwbeleid daar weer een verbinding ook in kan gaan vormen. Meneer Draaien, hoe kijkt u daar tegenaan, het gemeenschappelijk landbouwbeleid? Wat ziet u, wat zou u wensen op dat gebied zijn? Nou, ik denk dat de minister heel goed heeft beschreven wat een deel van de herkomst is en waarom het in het verleden heel goed geweest is. Maar ik vraag me dus zelf ernstig af of het niet langzamerhand iets is geworden wat de status quo eerder financierde dan de verandering die het moet stimuleren. En daarom vond ik ook het tweede punt van de minister zo passend. Dat eigenlijk zou je het veel meer moeten gaan inzetten op de transitie die de landbouw Europa breed zou moeten doormaken. Gericht op innovatie, verduurzaming, inzet van de middelen in de omgeving waar het zit. Geen oneigenlijke concurrentie
voordelen creëren of niet concurrentie uitsluiten. Dus ik denk dat dat zou fantastisch zijn, maar dat is eigenlijk een discussie waar je steeds van buiten naar binnen tegenaan botst. Maar als je dan er binnenin staat, en dat vind ik ook zo krachtig aan de rol die Pierre heeft moeten spelen. Zodra het er is, is het ongelooflijk lastig om het te veranderen en te verschuiven. En daarom kan ik me voorstellen dat die onderhandelingen die nu ook nu weer plaatsvinden, dat zijn van die eindeloze onderhandelingen waar eigenlijk meer de status quo de dominante factor is. En het zou fantastisch zijn als we weer met dezelfde grootsheid iets konden bedenken wat eigenlijk die grote transities die nu voorliggen met dezelfde omvang zou gaan financieren. En dan hebben we volgens mij een win-win gecreëerd. Is dat iets wat u erkent, meneer Van der Linden, dat het de status quo vooral in stand wordt gehouden in Brussel? Of hoe was dat in uw tijd? Of hoe kijkt u daar nu tegenaan? Nou, ik denk op de eerste plaats wat de minister zei, voedselzekerheid is nadat wat vandaag gebeurt met corona weer een punt wat in Europa een grote rol speelt. We hebben de zekerheid over de voorziening van medicijnen uit handen gegeven deels. En we hebben nooit de waarde van die voedselzekerheid voldoende erkend. Het tweede, ik vergelijk het wel eens een keer met wat gebeurde toen de toetreding van Spanje en Portugal kwamen. Mm-hmm. Toen was de tuinbouw was in opstand. Want die zeiden, zij hebben gratis zon en wij hebben duur gas. Overigens tegen gereduceerde prijs. En toen is er een programma gekomen van innovatie. En dat heeft eigenlijk de Nederlandse tuinbouw tot een van de sterkste pijlers in de Nederlandse land- en tuinbouw gemaakt. Dus ik zou veel meer nog dan Nederland doet investeren in innovatieve ontwikkelingen. Als je ziet welk percentage wij van ons bruto nationaal product geven aan research en ontwikkeling, is dat buitengewoon karig. En als ik het vergelijk met andere landen, zitten wij echt onder de maat. Dus ik denk dat al die uitdagingen die er liggen, die lagen er toen ook, dat daar één leiderschap nodig is. Ik weet dat Pierre, ging vaak naar zalen met kolkende boeren, protesterende boeren. En als je naar huis ging, kreeg hij staand applaus. En dat kwam. Als je stevig in de zaak zit, met de goede argumenten, dan moet je er ook voor gaan staan. En mensen hebben toch altijd begrip voor de argumenten. En de mensen die in de praktijk staan en zitten, die zien dat veel vaak beter dan de buitenstaander. En een laatste punt wat ik zou willen zeggen, de tegenstelling tussen stad en platteland. Wij leven in een samenleving waar iedereen een opvatting heeft. En iedereen ook lastige, soms dwarsligger is. Het kost zoveel moeite om die bruggen te slaan, om de ander te overtuigen, de stedeling te overtuigen. Soms wens ik wel een keer dat in Amsterdam 2 dagen geen voedsel meer in de schappen zou liggen. Zodat de mensen ervaren wat u zegt, wat het betekent om voedselzekerheid te hebben met de kwaliteit en de voorzieningen, de hoeveelheid, die erbij zijn. Dat is een geweldig groot goed en dat moeten we Europees blijven cultiveren en ook promoveren. Ja, goed. Meneer Bootsma, in het hoofdstuk over het Eurocommissariaat van mijn vader schrijft u dat hij op het einde toch teleurgesteld was eigenlijk in wat hij voor elkaar gekregen had in die 4 jaar. Waarop was die teleurstelling gebaseerd volgens u? Nou, hij was de opvolger van Mansholt, die natuurlijk het hele systeem, het hele gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft opgezet. Maar wat de minister ook al terecht zei, het is soms ongelooflijk moeilijk om iets wat bestaat, om dat toch in stand te houden. In het geval van Pierre Larinois liep hij er ook nog eens tegenaan dat we toen nog geen gemeenschappelijke munt hadden en dat die wisselkoersen enorm gingen fluctueren, waardoor er enorm veel geld bij moest. Dat zijn de beroemde monetaire compenserende bedragen. Iedereen die precies wil weten wat dat is, die moet vooral het boek lezen, zeg ik dan maar even. Waardoor hij aan het eind toch het gevoel had van hey, de nationale belangen overheersen hier toch wel heel erg. Ik denk dat hij dat misschien ook een beetje onderschat heeft. Terwijl hij net zelf minister geweest was, notabene. En aan het eind zei hij ook in een interview, ja, ik had eigenlijk graag architect willen zijn van een nieuw landbouwbeleid, van een herzien landbouwbeleid, maar ik was in de praktijk eigenlijk vooral brandweerman. Dat vind ik wel een hele mooie typering van hem. Oké, dat is heel duidelijk. Ik wil even overgaan naar zijn volgende stap naar de Rabobank, waar hij voorzitter was van de hoofddirectie. Mag ik u, meneer Draaien, vragen? Wat is een beetje de nalatenschap van Pierre Larinois geweest bij de Rabobank?
Nou, ik denk dat dat nogal fors is eigenlijk. Ik denk dat hij degene is geweest die het moderne Rabobank heeft helpen vormgeven. Spreken in het boek komt hij ook prominent voor nog wel eens over Gerard Mertens, die min of meer zo aan de tekentafel stond van die grote fusie, die de fundering van de Rabobank vormde. Met de Boerenleenbank en de Raiffeisenbank. Dat is een ongelooflijke knappe stap geweest. En Pierre stapte binnen op het moment dat er was. En die heeft eigenlijk een moderne Rabobank heeft die helpen vormgeven. Waarbij die inzag dat de Nederlandse boeren in toenemende mate naar het buitenland gingen. Ook Nederlandse bedrijven naar het buitenland gingen. En hij dacht, wat we in Nederland kunnen, we moeten eigenlijk ook de steunfactor zijn voor die internationale expansie van het Nederlands bedrijfsleven. Mansveld kwam net bij, die heeft toch wel de basis gelegd voor het moderne landbouwbeleid en de groei van de Nederlandse landbouw. Ik denk dat Pierre in zijn rol als bestuursvoorzitter heeft ervoor gezorgd dat de Rabobank eigenlijk een steunpilaar geweest is van die internationale expansie van de Nederlandse voedselketen. En daar heeft hij het fundament voor gelegd. Alle buitenlandse vestigingen die de Rabobank heeft nog vandaag. Niet allemaal, dat is niet helemaal ver. Maar wel de grootste en de belangrijkste zijn onder zijn leiderschap tot stand gekomen. En daarin heeft hij denk ik aan de ene kant die coöperatie helpen vernieuwen in Nederland. Maar dat ging nog wel mondjesmaat. Maar aan de andere kant heeft hij juist die internationalisatie van de Nederlandse voedselketen en landbouw helpen ondersteunen. En de rol van de bank daarbij gevormd. Misschien wel mooi om als anekdote ook te geven dat bijvoorbeeld vandaag geven wij als Rabobank coöperatief dividend. Een deel van onze winst keren wij uit aan goede doelen in de samenleving. Dat was een managementbeslissing die hij heeft helpen nemen. En ik heb altijd gedacht, dat is een soort iets wat in het genetisch materiaal van een coöperatieve bank zit. En dan moet ik helemaal 120 jaar terug. Want het zal wel bij de start vastgelegd zijn. Nee, dat was een periode dat de toenmalige hoofddirectie zag dat die binding met leden aan het verzwakken was. En ze hebben toen gezegd, van, nou, wat kunnen we daar nou aan doen? Laten we dan een deel van die winst gaan uitkeren aan de maatschappij. En die banken die kunnen dan een rol vervullen in waar dat naartoe gaat. Naar welke goede doelen. Nog vandaag keren wij bijna 40 miljoen euro per jaar uit aan instellingen, verenigingen, sportverenigingen. Oh, je kan niet zoveel bedenken. De grootste bijdrage die daar kan is eigenlijk zijn geesteskind. En ik denk dat hij heel veel teweeg gebracht heeft bij de vlucht van de Rabobank. Daar staat een mooie quote in het boek. En ik kan zijn dat ik hem verkeerd heb, maar hij heeft eigenlijk de slapende reus wakker gekust, wordt er gezegd. En ik denk dat als je in de geschiedenis kijkt van de Rabobank, dan is dat ook echt wat hij gedaan heeft. Een slapende reus, wakker gekust. Nou, je zat maar op je staat hebben staan. Ik vind het knap. Dat staat ook heel mooi in het boek, dat men natuurlijk in het begin heel verbaasd was. Met name in de bankaire wereld, dat hij een bank ging leiden. Omdat hij zelf natuurlijk van origine helemaal niet bankier was, maar juist helemaal uit die agrarische sector kwam. In hoeverre is die agrarische sector nog steeds voor de profilering van de bank belangrijk? En is dat vergelijkbaar met omvang van toen hij begon? Of nee? Jazeker. Nee, ja? Dat is zeker zo. Kijk, ik denk dat in Nederland, het verrast me wel eens om hoe vaak ik dingen kan uitleggen over wat Rabobank in de voedselketen in de wereld doet en hoe weinig we daarvan in Nederland weten. Mm-hmm. Maar buiten Nederland is onze statuur in dat opzicht ongekend. Hè? Ik ben heel vaak bij hele grote internationale bijeenkomsten waar het gaat om de toekomst van de voedselketen van de wereld. Grote vraagstukken. Daar zijn wij de enige bank die aan tafel zit en vaak de gerespecteerde organisator van dat soort evenementen en besprekingen. In Nederland is het toch wel meer gemeengoed geworden dat wij natuurlijk een sterke verbinding met die boerensector hebben. Ik denk dat het beeld toch, dat we toch veel mainstream zijn geworden in Nederland. In straatbeeld passen, hypotheken, spaarrekeningen, gewone bankaire zaken eerder dan de agrarische landbouw. Maar we hebben nog steeds bijna 80% of meer van de boeren in onze boeken. Daar zijn we nog steeds dus de partner van. Natuurlijk is die relatie ook wel door een behoorlijke golf gegaan. En daar heeft ook een minister wel eens last van. Omdat die relatie ook wisselend kan zijn. Maar daarmee ben je eigenlijk wel partner. En ben je ook nog steeds, zolang dat soort emotie er is, ben je ook de diepste relatie van zo'n partij. En daar zijn we trots op en daar gaan we nog steeds de wereld mee rond. Nu is het voor de minister om één zo'n bank te hebben die de agrarische sector bijna monopoliseert, in plaats van er een paar te hebben die u tegen elkaar uit kan spelen. Ik moet natuurlijk zeggen, ik werk met iedereen samen. Dus dat is niet met één partij. Maar ja, het is onmiskenbaar dat de Rabobank daar natuurlijk gewoon een hele grote rol in heeft gespeeld en nog speelt. En daarmee ook wel een grote verantwoordelijkheid heeft. Ook voor alle, we hadden het net al even over de innovatie.
We weten dat, en dat is denk ik niet nieuw ten opzichte van de tijd vanuit meneer Lardinois, maar ook nu zijn de marges niet altijd heel erg groot. Dus je moet altijd weer zoeken ook weer van hoe kan je daar weer stappen gaan maken. Daar heeft een bank natuurlijk ook een belangrijke rol in. Ook in het financieren van nieuwe technieken, nieuwe innovaties. Wat ik wel echt sterk vind, en dat is niet om nu één bank te noemen, maar waar wij komen elkaar wel eens wat vaker tegen, niet alleen hier. Maar dat gaat ook met name over internationale voedselvraagstuk. We hebben natuurlijk nu heel veel over Nederland. Maar voedsel is wereldwijd een thema. En soms een veel belangrijker thema dan het in Nederland lijkt. En dat vind ik wel sterk, dat dan ook echt gekeken wordt hoe samengewerkt kan worden met instituties die zich echt bekommeren om het wereldwijde voedselvraagstuk vanuit vanuit de Verenigde Naties, maar ook de FAO, dat is natuurlijk ook een instituut dat heel erg mee bezig is. En dat daar de bank ook wel echt een rol in speelt. En dat vind ik wel sterk, want dan breng je publiek en privaat bij elkaar. En daar is Nederland wel groot mee geworden. En niet alleen maar denken het komt van de overheid, of alleen maar het komt van de markt of van private partijen, die verbinding. En daar geloof ik dat we met voedsel ook nog echt wel wat stappen kunnen zetten. Misschien is het wel mooi om nog één anekdote te vertellen. Want ik denk dat, ik schat maar zo dat mensen die hier kijken, dat die dat wel kunnen waarderen. Dat als je kijkt naar het voedsel wat gisteren gegeten is, op deze aardbol, over de hele wereld. 50% daarvan wordt geraakt door klanten van de Rabobank. En dat, als je daarover nadenkt, is dat een heel raar idee. Dat geeft niet aan hoe groot we zijn, maar wel hoezeer we in die voedselketen in de wereld verankerd zijn. Ik denk dat als je dan kijkt, dat dan weer 80% van die 50% wordt geraakt door Nederlandse bedrijven. Die op een of andere manier raken aan die voedselketen. Via zaden, via... ik denk dat het fundament van die rijkwijde is gelegd in de periode. Eerst Mansveld en daarna Lardinois als orchestrator. Meneer Van der Linden, u wilde daar ook op reageren, geloof ik. Ja, ik denk dat in Nederland onvoldoende de mensen weten hoe belangrijk Nederland is in het buitenland op het punt van landbouw. Als voorzitter van de Assemblee van de Raad van Europa ben ik veel landen geweest. Altijd hebben ze het over de Nederlandse land- en tuinbouw. Over Wageningen. Altijd hebben ze het over, zeg maar, hoe hebben jullie dat gedaan? De Gouden Driehoek. Vandaag is dat normaal in Nederland, ook voor de economie. Maar landbouw heeft eigenlijk het voorbeeld gegeven hoe je op het punt van onderwijs, onderzoek aan de ene kant, overheid aan de andere kant en bedrijfsleven, die driehoek, hoe je die invulling geeft. Daar ligt een enorme kracht van Nederland. En waar je ook komt in de wereld, ze vragen altijd, kunnen wij met Nederland samenwerken op het punt van landbouw? En dat is natuurlijk ook voor de Rabobank een enorm pluspunt, want de Rabobank is gekoppeld aan die land- en tuinbouw. En in het buitenland, of ik nu in Turkije kom, of in Kazachstan, of waar dan ook, altijd hebben ze het over dit element. En ik denk dat wij nog meer moeten uitdragen het belang van die land- en tuinbouw. En dat betekent ook, dat zeg ik naar de minister, dat we hier een hele stevige basis moeten hebben van boeren en tuinders. Want als we die verliezen, verliezen we een stuk van het fundament voor die positie die we opgebouwd hebben. Daar nog op reageren? Of, ja, daar ben ik het mee eens. Het lijkt alsof het een tegenstelling is, maar ik ben volgens mij elke dag heel veel uren per dag bezig om die basis te behouden en zelfs ook gewoon uit te breiden en ook te zorgen dat inderdaad de kennis die we hebben, want ook ten aanzien van voedsel, er komen altijd weer nieuwe vraagstukken en er zijn altijd weer nieuwe zaken die een antwoord behoeven. En dat zit hem op veel terreinen. Dat zit hem niet alleen in wat voor soort voedsel we eten. Ook hoe je dat weer doet om te zorgen dat onze planeet het ook allemaal kan dragen. Gewoon ook vanuit het klimaatoogpunt. Daar heb je veel kennis voor nodig. En die hebben wij inderdaad in huis. De Gouden Driehoek, inderdaad de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven. Maar zeker ook de kennisinstituten. Dat als ik wel eens nog, het is even geleden sinds corona, maar als ik ook nog wel eens in het buitenland kom, is dat altijd het antwoord op de vraag, hoe zijn jullie groot geworden? En voor ons lijkt het zo vanzelfsprekend, dat is het in heel veel landen in de wereld niet. Maar op die manier ook zorgen dat mensen in landen waar echt onvoldoende voedsel is, de zaden werden net genoemd. Er zijn zulke mooie voorbeelden van zaadveredelingsbedrijven in Nederland die op die manier zorgen dat gewoon hele bevolkingsgroepen gevoed kunnen worden, omdat wij zaden kunnen veredelen die daar stand houden. Het lijkt niets. Het is een kwestie van leven of dood, als ik het zo dramatisch mag zeggen.
En dat gebeurt hier. En dat zijn dingen, als ik kan, dat ik ze voor het voetlicht breng. Mm-hmm. Dat doe ik zeker ook graag hier. Mm. Nou, is misschien nog één element wat mij iedere keer opvalt. Het watermanagement bijvoorbeeld. Dat heeft dan met landbouw te maken, maar het heeft ook te maken met de bedrijven die we hier hebben, Deltarus, maar ook de grote bedrijven die in het buitenland een belangrijke rol spelen om juist dat watermanagement wat nodig is voor die voedselvoorziening. Als je kijkt naar delen die versilt zijn, daar hebben wij een geweldige potentie om daar verder in uit te groeien. Goed, tot nu toe hebben we nog niet veel gehoord van de ware hero of the hour. De auteur van het boek, Peter Boomsma. En eigenlijk wil ik via enkele vragen aan u graag toch wat dichter bij de persoon van mijn vader komen. Hoe zou u hem typeren en welke gebeurtenissen uit zijn leven vond u eigenlijk het meest opmerkelijk? Om met het laatste te beginnen. Hij heeft volgens mij al in de oorlog, toen hij een tijd te werk gesteld is geweest in Duitsland, een soort basis gelegd voor echt een Europese spirit. Het is tegenwoordig helemaal niet meer vanzelfsprekend om die Europese waarden zo in je te hebben. Maar als je onder de meest barre omstandigheden ergens in een fabriek in Duitsland kistjes of zo staat in te pakken, en dat doe je met Fransen, met Russen, met alles wat daar rondloopt, ja, dan kan ik me er heel goed iets bij voorstellen dat je daar een soort internationale Europese spirit aan overhoudt. Ja. En wat voor ik denk dat dat helemaal waar is. Maar hoe zou u zijn persoon karakteriseren? Ja, ik op een gegeven moment, ik heb heel veel mensen gesproken en dan krijg je op een gegeven moment wel een soort beeld erbij. Ik heb het beeld dat het aan de ene kant best een autoritaire man kon zijn. Ook mensen van de Rabobank en ook oud-ambtenaren hebben daar wel wat voorbeelden van gegeven. Maar dat hij ook een ongelooflijk hartelijke kant had. Dus dat zijn eigenlijk volgens mij twee zijden van dezelfde medaille van de persoon Pierre Ladinois die ik in het boek geprobeerd heb te beschrijven. Ja. Nou, meneer Van der Linden, u hebt eigenlijk mijn vader hier als de enige hier aan tafel echt goed gekend. Ja, ik heb hem natuurlijk als zoon gekend, maar dat is natuurlijk ook weer heel anders. Hoe zou u hem typeren? En hoe bent u voor het eerst met hem in contact gekomen? Nou, laat ik eerst zeggen, we hebben allebei op Produc gezeten. Hij op de HBS en ik op het klein seminarie, 3 jaar. Hij had wat meer moeite met de sfeer op Produc. Mm-hmm. En ik heb op Produc heel veel te danken. Hij is Europeaan in Duitsland geworden, ik begrijp dat, ik zie dat. Ik ben Europeaan op Produc geworden. Want daar hadden we 1 keer per jaar een grote Europaweek. En dat was zo ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van je eigen leven. En ik denk dat voor Pierre ook zo is geweest. Voor mij was hij ook een beetje, zeg maar, de mentor. Ik was ministerie, secretaris van het comité Speciaal Agricole. Ik ging dus naar Brussel mee. En ik zal nooit vergeten dat hij op een gegeven moment zei, heb je vanavond tijd, na afloop van de ministervergadering. Dan gaan we samen een hapje eten in de Petit Rue du Boucher. En we zaten te eten en toen zei hij, ik wil je vragen voor mijn kabinet. Lid te worden kabinet. Nou ja, als je secretaris bent van het CSA, denk je niet meteen, nadat Hans Wijnmalen, Carlo Trojan er waren, dat waren toch monumenten op het ministerie. En dat heeft ook voor mij een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in mijn verdere politieke carrière. Hij was misschien autoritair. Nee, voor mij was het een autoriteit. een beetje verschil. En een autoriteit, ik vond dat altijd prettig als je mensen had waar je tegenop kon kijken. Tegenwoordig, als je 30 bent, dan kijk je niet meer tegen iemand op, maar dan spreek je ze meteen met de voornaam aan. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat je een sfeer hebt waar je mensen ziet als een voorbeeld. Hij was Europarlementariër, lid van het Nationaal Parlement. En ik stond toen op de kandidatenlijst van de KVP. Ik was vicevoorzitter van de KVP Jongeren. Ik ben eigenlijk altijd KVP'er gebleven, eerlijk gezegd. Omdat dat toch een sfeer creëerde die heel dicht bij mensen stond. En de KVP was vergelijkbaar met de KNBTB, met de NCB. Kleine centrales, sterke, decentrale organisaties. En dat heb ik ook van hem geleerd. Ik moet je zeggen, ik was geëmotioneerd toen ik de laatste keer hem ontmoette in het ziekenhuis. Ik ging hem opzoeken in het ziekenhuis. Ik deed de ochtendjas aan en ging met mij naar de lift. En toen zei hij tegen mij, René, ik leef op geleende tijd.
En dat was dus eigenlijk het einde, het afscheid van een man waar ik heel veel aan te danken heb. En die voor mij ook in de gesprekken die we hadden, ook als we in de auto reden, ik herinner mij, we reden naar Gent, had hij een lezing. Maar dat hij fantastisch was, een voorbeeld. Hij stond voor zijn zaken. Dat was ongelooflijk. Het was echt een stevige debater. En daar hadden we het over, bijvoorbeeld leiderschap van de KVP, CDA later. En hij was de man van Pietje de Jong. En ik was toen veel meer de man van de nieuwe generatie, van de jongeren. En daar heb ik ook van geleerd dat je, zeg maar, senioriteit is heel belangrijk. Ook achteraf mag je zeggen dat die senioriteit ons veel meer had kunnen brengen dan de snelle, wat populistische verjonging. En die groeiperiode die ik meegemaakt heb, heb ik met name aan Pierre ook te danken. Ja, nou, dat is een heel mooi overgang naar het volgende item wat ik eigenlijk aan meneer Bootsma wilde vragen. Want dat was, bij het schrijven van de biografie kon u beschikken over de weliswaar nog geheel ongeordende archief van mijn vader. En wat was het leukste eigenlijk dat u daarin tegen bent gekomen? Ik weet dat u iets hebt meegenomen. Ja, nou, dat was natuurlijk een fantastische ontdekkingsreis. Ik kreeg een stuk of 5 grote bananendozen van de kinderen. Van, dit is het archief. Dit is wat we bewaard hebben. Wat Pierre dus al die tijd bewaard had, Pierre Larinois. En via zijn kinderen bij mij terechtgekomen is. Nou, al die dozen, die ga je dan. Ja, dat is natuurlijk voor iemand die een biografie moet schrijven, een goudmijn. Alles wat je daarin vindt. En wat ik meegenomen heb, dat is wel heel bijzonder, dat is een adreswikkel van de microgids. Die heb ik uit dat archief meegenomen. We zien hem hier ook. Dit is waar hij toen woonde, in Den Dolder. Hij heeft hier opgeschreven, aantekeningen gemaakt tijdens bezoek van Dries van Agt in 1977. Eind 1977 is Dries van Agt bij hem geweest, hier op de Dolderseweg 57B, om hem te vragen om minister-president te worden in de plaats van Dries van Agt zelf. Er was toen een hele lange formatie geweest met de PvdA, niet gelukt. Toen zou er een kabinet komen van Agt en Wiegel, wat er uiteindelijk ook gekomen is. Dus ik heb me ook de vraag gesteld, van iedereen vindt dat heel vanzelfsprekend, van ja, toen werd van Agt minister-president. Maar die heeft dus, dat heb ik hem ook gevraagd, waarom hij dat gedaan had en ook aan Wiegel voorgelegd. Want ze hebben, dus ik stel me zo voor, ze hebben het daarover gehad. En Pierre Larinois heeft gezocht naar het dichtstbijzijnde stukje papier om aantekening van het gesprek te maken. Die vond hij in de adreswikkel van de microgids. Want op de achterkant van deze wikkel hebben ze me vast even het kabinet ingevuld. Dat kunt u hier zien. Dus met meneer Van Agt op justitie. Ja, precies. Nou, dat was in die formatie een van de vele hete hangijzers. Wat Van Agt zou gaan doen. Hij zegt zelf dat hij op zich graag op justitie wilde blijven. Nou, dat is hier dus ook gebeurd. Uiteindelijk is dat, zoals bekend, allemaal niet doorgegaan. Ik heb ook daarover uitgebreid gehad met de heren Wiegel en Van Agt. En ik heb de indruk dat dit gebeurd is omdat Dries van Agt, het premierschap zo snel op hem afkwam, dat hij eigenlijk, om snel zelfvertrouwen te krijgen om dat toch zelf te gaan doen, een aantal andere mensen gevraagd heeft om zo voor zichzelf het zelfvertrouwen te winnen. Wiegel die zegt, ik had nooit rekening mee gehouden dat ook maar iemand anders dan van Agt het gewoon zelf zou gaan doen. Dus dat is wel heel boeiend om die formatie van 77, om daar toch weer op deze manier nog weer even aan herinnerd te worden met dit mooie archiefstuk. Ja, het zou mooi zijn om te kijken wie nou inderdaad eigenlijk uiteindelijk op die positie is gekomen. Dus Van Agt bekeek deze wikkel, die had ik natuurlijk ook naar hem meegenomen, en die zei, oh nou, dat klopt toch aardig wat er uiteindelijk van geworden is. Een paar posten kloppen niet, maar de meeste wel. Dus dat is wel, het is echt een soort bijna een geboortepapier. Ik zie dat hij voor landbouw Hans Wijnmalen had bedacht. Wat natuurlijk zijn rechterhand in Brussel Dat was. Zo'n beetje zou ook een goeie geweest zijn. Ik vind het meest fascinerend dat AZ daar een streep door staat. Wisten ze niet wie het zou worden? Of is dat gewoon, was het juist heel vanzelfsprekend? Nee, dat kan niet anders dan dat Larinois zelf was. Maar waarschijnlijk heeft Van Agt zoveel voorbehouden gemaakt, zoals je dat overigens nog steeds doet, dat Larinois gedacht
heeft, daar zetten we voorlopig maar een streepje. We gaan eerst even de rest. Oh, de eerste rest. Ja. Maar dat Hans Wijnmalen op landbouw zit, dat kan niet anders dan betekenen dat Pierre Laudinois zelf de minister-president zou hebben moeten worden. Maar vullen we dan, wie de minister-president wordt, vullen we gewoon als laatste in. Ja, mooi dat is makkelijk. Vannacht zelf. De minst belangrijke positie. Ja. Ja. Het mooie is dat ik kan me dit nog heel goed herinneren. Ook al was ik een jongetje van, wat zou ik zijn? Volgens mij was ik 10 jaar of zo toen dit speelde. Mijn vader zat in de Eerste Kamer voor Partij voor D66. En hij plachtte dit soort besprekingen thuis aan de keukentafel toe te lichten. Dus ook, ik kreeg dagelijks commentaar over de gang van zaken van dit kabinet wat hier uitgekomen is. Dus voor mij is het ook nog op een grappige manier heel actueel. Ja, dat was voor Links-Nederland een schok natuurlijk. Hè? Na een ellenlange overleg met de PvdA. Ja, dat was ongekend. Dat opeens voor CDA over rechts ging met de VVD natuurlijk. Ongekend, ja. Nou, ik mag zeggen dat ik het meegemaakt heb, omdat ik toen in de Kamer kwam. Uh-huh. En het was natuurlijk een fantastische move van Van Acht en Wiegel. Wij werden allemaal doodziek van het Gehannes met de Nuil. En dan was het dit weer en dan dat weer. En er werden voorbehouden op ministers gemaakt. En dan plotseling, in een mum van tijd, werd het geregeld. Alleen als je dit lijstje ziet, dan zie je ook dat het ingebouwde probleem daar zat met Alberda en Andriessen over bestek 81. Mm-hmm. En Bas Lubbers heeft het bestek 81 uitgevoerd, terwijl die er in de Kamer niet zo voor was. Oké, nou goed. En ik was nog niet geboren toen, dus dat zou wel even staan. Maar je kan het toch herinneren. dan zullen we u dit niet kwalijk nemen. Ik wil toch nog even weer naar de Europese politiek toe. Ook omdat dat tot einde toe van mijn vaders leven echt wel zijn hart had. Pierre Laudinois speelde een nogal markante rol bij de onderhandelingen over de toetreding van de Verenigd Koninkrijk bij de toen EEG. Dat staat ook heel mooi beschreven in het boek. Zo wist hij het voor elkaar te krijgen dat de Europese vissers in de hele Noordzee mochten vissen. En dat daar tot aan de stranden en dat daar een besluit over werd genomen vlak voordat Engeland toetrad tot de EU. En dat hebben ze hem destijds niet in dank afgenomen. Er staan ook in het boek inderdaad boze reacties van Engelse politici op dat moment. En wat natuurlijk opvalt is nu eigenlijk weer die visserij zo'n belangrijke rol speelt in die onderhandelingen. Terwijl het, naar ik begrijp, eigenlijk maar een heel klein deel is van de Engelse economie. Ik heb gehoord nog niet eens 0,1%. Hoe verklaart u eigenlijk die Engelse hang en drang naar het bewaren van hun visserij? Of in ieder geval van die autonomie over hun eigen stranden, om het maar zo te zeggen. Zee natuurlijk. Ik zou dus eigenlijk met nu eigenlijk ook wel een goede onderbouwing hebben dat ik kan stellen dat omdat de onderhandelingen nu zo moeilijk lopen, dat de kiem eigenlijk gelegd is in het feit dat uw vader daar zo heel erg voor heeft gestreden. Want ze willen gewoon hun eigen wateren weer terug. Het was inderdaad het frappante dat de ministers van Buitenlandse Zaken hadden beloofd in Engeland dat dat besloten zou worden nadat ze zouden toetreden. Maar hij heeft dus met de andere ministers van Landbouw dat even gauw geregeld. Echt een paar maanden voordat ze toetraden. Ja. Dat het een EU-regel was. Ja, de Noordzee is gewoon vrij. Van iedereen. Ja. Nee, dat vinden wij nog steeds. En daar zetten we dus ook volop in. En visserij, dat is niet alleen denk ik voor het Verenigd Koninkrijk, dat is eigenlijk ook gewoon voor ons in Nederland. En dat is ook in België, Frankrijk, Spanje, welke lidstaat met wateren dan ook. Heeft gewoon een hele sterke emotionele band met. Ik denk dat iedereen heeft de beelden van de vissers die gewoon in bij wat voor weer dan ook uitvaren, gaan vissen. En het is ook echt snoeihard werk. Ik heb een keertje allerlei werkbezoeken gedaan. Ik wilde mee op een garnalenkotter en zien hoe zij dat deden. En ik heb daar 2 dagen ben ik daar geweest. En maar dat doen zij heel de week. Gewoon een paar uur slapen en dan weer werken. Een paar uur slapen, dan weer werken. Het is 3 uur op, een paar uur werken. 3 uur slapen, dan weer werken. Ik heb dat 2 dagen gedaan en nacht ook nog erbij. Zij doen dat heel de week. Je bent er echt helemaal aan als je dat gedaan hebt. Dus het is ook echt ontzettend hard werken. Spreekt ook tot de verbeelding natuurlijk. En dat geldt niet alleen in de VK, dat geldt bij ons ook. Dus daarom is de strijd om de vis
nog steeds heel actueel. En juist nu, voor Nederland is het van ongelooflijk groot belang dat wij toegang tot de wateren houden bij de Britse wateren. Een groot deel van wat wij vissen komt daar ook vandaan. De haring komt voor een groot deel ook uit de Britse wateren. En ja, daar gaat de strijd nu om. Mogen wij daar blijven vissen, ja of nee? Mm-hmm. En wat staat er ook tegenover? Het brengt op een bepaalde manier Europa ook alweer bijeen, moet ik zeggen. Want we liggen nogal eens overhoop met elkaar, ook in de Landbouwraad. De quote van de heer Laduma van nationale belangen spelen hier toch altijd eigenlijk wel een rol. Dat herken ik ook, dat is nog steeds zo. Dus het grote Europese gedachtegoed, uiteindelijk als het erop aankomt, gaat iedereen natuurlijk gewoon voor zijn eigen belang. Maar bij vis worden de rijen wel gesloten. Want wij moeten met z'n allen dat gewoon echt het front tegenover het VK ook blijven vormen. Om te zorgen dat we daar gewoon ook een goede deal uithalen. En dus dat brengt ons op een bepaalde manier op dit moment ook alweer wat dichter bij elkaar in Europa. Ja, oké. Ik kijk even naar u, meneer Draaier, over, hè, nu we het toch over de Brexit hebben. En hoe kijkt u vooral bang daar tegenaan? En wat gaat dit volgens u voor de Nederlandse economie betekenen? Nou, we zijn vrij uitgesproken dat het een slechte zaak is voor de economische ontwikkeling van Europa, maar ook van Nederland in het bijzonder. Want we zijn natuurlijk met onze economie die open is nogal gericht en afhankelijk van. En misschien wel als eerste aanlandingsland ook nog weer disproportioneel geraakt door het wegvallen van veel export vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dus dit is gewoon een slechte stap. En in die zin is het mooi dat Pierre een van de grote Europeanen is geweest. Het gedachtegoed is echt wel vervlogen. En het is jammer dat er zo voor geknokt moet worden nu om dat weer tot stand te brengen. En als er één gelegenheid is om dat weer bij elkaar te brengen, dan zouden we daar alles voor geven. Het is heel zonde dat nu deze stap geluid. Dat is eigenlijk ook onbegrijpelijk. Vanuit de economische benefits die het zou kunnen leveren, ook in de volgende fase. Ik vind overigens deze interpretatie dat het gevecht over die visrechten en de vrije zee, dat iets is wat Europa bij elkaar brengt. Dat is de eerste keer dat ik denk van, oké, dat is een benefit van deze, maar dan ook de eerste. Want het is eigenlijk alleen maar, het geeft alleen maar verliezers. Nou ja, en opvolging daarop wilde ik u, meneer Van der Linden, een citaat van mijn vader voorleggen die in het boek staat. En een uitspraak die jij gedaan had op de Grüne Woche, de jaarlijkse grote landbouwbeurs in Berlijn in 1974. En daar zou hij hebben gezegd: een Europa dat in de geesten van weinigen is en in de harten van niemand heeft geen overlevingskansen. Hoe kunnen we Europa weer in de harten van mensen brengen? Nou, ik ben het op het punt van Engeland niet helemaal eens met voorgaande sprekers, omdat Churchill zei al: we are with Europe, but not in Europe. En als ik de geschiedenis bekijk, als je een hecht sterk Europa wil, dan kan het alleen maar als alle partijen meedoen in die eenwording van Europa, dat gemeenschappelijke. Natuurlijk is het altijd een wat geven en nemen en spelen nationale belangen een rol. Maar het Verenigd Koninkrijk heeft in dat opzicht natuurlijk weinig gemeenschapszin getoond. Toen ik in het kabinet kwam in 1973, was de entree van Engeland. En ze hebben onderschreven het acquis communautaire, helemaal uitonderhandeld. Nadat ze twee keer afgewezen waren door de Gaulle. Met Pompidou en Luns zijn ze binnengekomen. 2 jaar later was het eerste referendum. Toen wilden ze heronderhandelen voor wat ze onderhandeld hadden. En weer iets later kwam I Want My Money Back van Thatcher. 1,5 jaar lang heeft de Europese Raad stopgelegen. En hebben ze uiteindelijk in Fontainebleau hebben ze gezegd: we moeten die Britten toch maar tegemoetkomen. En dat is allemaal doorgesudderd, al die jaren door. De opt-out voor de euro. De opt-out op justitie. Overal hadden ze opt-outs. En ik moet eerlijk zeggen, ik hoop eerlijk gezegd dat wij nu een akkoord krijgen. Dan zou het voor beide partijen goed zijn. Maar de Britten zouden ook van het buitenlands beleid hebben ze altijd geblokkeerd. Het belangrijkste van Maastricht was, verdrag van Maastricht, we hadden het vergeten, dat de unanimiteit om te komen tot de euro is opgegeven. Dat ze niet meer konden vetoen dat de euro tot stand kwam. En ik hoef de CEO van de Rabobank maar te vragen wat het belang van de euro is. Zonder euro zouden wij door de drain gegaan zijn, zowel in de jaren, zeg maar 2009, 2010, als vandaag de dag. En ik denk dat we
heel blij moeten zijn dat als wij die Britten op een nette manier een relatie mee kunnen aangaan, op het punt van de interne markt, op het punt van staatssubsidies, op het punt van de visserij, dat zijn de belangrijkste items, er zijn nog een heleboel andere, dan zijn we beide beter af. Het was veel beter geweest als de Britten een beetje de houding hadden gehad die de Duitsers en de Fransen. De Fransen zijn ook wel bijgetrokken, maar zonder de Duits-Franse samenwerking zouden wij in Europa niet verder komen. En wat vandaag de dag in de wereld gebeurt, onderschrijft nog een keer dat Europa zijn eigen boontjes moet doppen. En als wij dan zeggen, we hebben het over de uitgaven van de landbouw. De voedselzekerheid is relatief goedkoop voor de Europese burger. Als ik kijk naar de verspilling bij Defensie, een gigaverspilling, de grootste verspilling, vindt plaats bij Defensie omdat wij niet samenwerken. Omdat we 78 wapensystemen hebben in Europa, terwijl Amerika er 18 heeft. Omdat we een effectiviteit hebben van pakweg 20% van de Amerikaanse uitgaven van Defensie. Maar daar praat niemand over. En wij vinden wel dat de landbouw te duur wordt. Natuurlijk, we moeten hervormen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En die uitdagingen die u geschilderd hebt, zijn volkomen terecht. Maar de investeringen die we in Europa doen, komen ons allemaal te goede. En als we, mijn laatste opmerking, als wij het Nederlands nationaal belang zouden definiëren, dan zeg ik, het allerbelangrijkste voor Nederland is een sterk Europa. En als we een sterk Europa willen hebben, dan moeten we ook geven en nemen en zorgen dat we gemeenschappelijk op de essentiële terreinen ook vooruitgang boeken. En Engeland is daar altijd een staande weg geweest. En ik weet wel, het westen van Nederland is Atlantisch. Het oosten en het zuiden is Europees. En het Atlantische met de liberale markteconomie heeft ons laten zien, ook het VK, waar dat ons toe brengt. Ik ben een echte promotor van het Rijnlandmodel, de sociale markteconomie, waarbij, en dat was, Pierre was daar een rots in de branding voor dat gedachtegoed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook in Nederland op dat punt veel meer inzetten op Europa. En de mensen als Pierre, ik mag mezelf ook in die volgende generatie, die zie ik in mijn eigen fractie in de CDA, Tweede Kamer, niet meer terug. En dat vind ik heel erg. Nog even op het VK aan, want dus we worden een beetje aangesproken. Ik vind het jammer dat het VK eruit is. Daar verschillen we dan van mening. Omdat ik, en ik zie ook wel dat er natuurlijk momenten waren waar ze nou niet de meest pro-Europese houding aan namen. Maar het kan ook wel soms een tegenwicht zijn voor ook weer andere sentimenten die ook wel in Europa zitten. En die misschien nog wel een veel groter gevaar voor de samenwerking in Europa zijn. Als ik het gewoon puur vanuit de landbouw bekijk, het VK is onze tweede exportland. Duitsland het meeste waar we naartoe exporteren, daarna komt het VK. En eens, als er een hele goede handelsakkoord ligt en waar alles gewoon heel duidelijk is, dan vinden wij daar echt wel onze weg weer in. De grote vraag is op dit moment, dat gebeurt bij het VK natuurlijk altijd. Men redeneert heel erg ook vanuit het hier en nu. En zie ik wel dat het voor, hoe dan ook, wordt het VK een derde land, wat wij noemen in handelstermen, met alle handelingen die daarbij horen van dien. Het belang van de interne markt is in die zin, wij vonden het ook al bijna vanzelfsprekend. We zien nu ook wel dat het ook niet vanzelfsprekend is en wat er allemaal bij komt kijken als dat niet goed gaat. Het beste zou zijn als we gewoon echt een goed akkoord krijgen. En daar is alle inzet ook op gericht. Of dat gaat lukken, weet ik nog niet, zeg ik ook in alle eerlijkheid. Maar dat de consequenties ook groot zijn voor ons bedrijfsleven, is niet het enige wat telt, maar dat staat ook vast. En uiteindelijk vinden we daar denk ik wel weer onze weg in. Maar het gaat echt nog wel, zeker in een tijd met corona, waar de economische teruggang natuurlijk al enorm is, gaat dat echt wel impact hebben. Meneer Bootsma, ik zie dat u ook wilt reageren. Ja, ik herken in zoverre wat René van der Linden vertelt, dat voor Pierre Larinois ook, die heeft dat natuurlijk meteen gemerkt. Hij werd Europees commissaris begin 1973, op het moment dat Engeland net bij de EEG was gekomen. Nou, ik ben ook al die Brusselse archieven nagegaan en dan vind je daar briefjes in. Dan heeft hij in de Engelse kranten gestaan dat ze in de Europese Commissie bedacht hebben om regels te stellen wanneer roomijs mag heten.
Nou, dan, dat is echt van die briefjes waar de honden geen brood voor lusten. Dan schrijft iemand van... British ice cream is the finest in the world. And we don't need your European rubbish. Dus ik denk in zoverre dat René van der Linden wel gelijk heeft... dat die Britten vanaf het begin de hele Europese machinerie... en hoe Europese besluitvorming werkt... op de een of andere manier altijd minder in hun hart gesloten hebben... misschien ook hebben willen begrijpen... dan de andere lidstaten van de Europese Unie. Dat is, dat, ja, daar is hij wel tegenaan gelopen als eurocommissaris. Mm-hmm. Ik had graag willen weten wat Pierre vandaag de dag zou vinden... over de hele situatie VK-Europese Unie. Mm-hmm. Want hij was een van de trekpaarden om het VK erbij te krijgen. Ja. Ik begrijp het ook vanuit zeg maar, de geopolitieke relatie. Zou dat fantastisch zijn als het Verenigd Koninkrijk een loyale... constructieve, kritische partner binnen de Europese gemeenschap zou zijn geweest. Maar helaas moet ik vaststellen, ik ben lid geweest van de Europese Conventie. Het is gewoon, ik zou zeggen, schandalig zoals ze zich opstelden. Het was zo fnuikend, zo deconstructief. Voortdurend vanuit het Britse standpunt probeert te blokkeren. En van wat meest eigenlijk is, je hebt een akkoord hier... Volgende vergadering komen ze terug op het akkoord. En dat akkoord is het begin van de volgende onderhandelingen. Je onderhandelt je dood. Bij de intergovernementele conferentie kwam het resultaat op tafel te liggen. En toen zeiden de Britten, Scott, ja, nu gaan we verder. En toen kregen we dus niets daarna. Dus met andere woorden, je komt niet verder. En je moet op een gegeven moment gewoon zeggen, wij hebben een gemeenschappelijk belang. En dat gemeenschappelijk belang, daar brengen wij onze inbreng ook in. Ik moet natuurlijk, ik denk dat het een mooie oproep was, net ook om respect te hebben voor de wijsheid die ook jaren met zich meebrengt. Ik vind alleen het standpunt van de Britten wel tragisch. En ja. Ik vind ze ook historisch tragisch. Dus ja. Ik denk dat je gelijk hebt in jullie eigen ervaring met onderhandelingen en de geschiedkundige analyse heeft laten zien dat het gewoon echt lastig was om met ze te onderhandelen. En de tragiek van het uitkomst is natuurlijk dat we gaan meemaken over 10 jaar dat ze gewoon geen gelijk hadden. En daar gaan zij de hoogste prijs voor betalen en wij moeten meebetalen. Dat kost ons allemaal heel veel. Of ze gaan vragen om er weer bij te komen. Of ze gaan vragen om er bij te komen. Dat maakt het tragisch. En ik denk ook de quote van Churchill, de man was de grootste in de tijden van de oorlog, maar was niet de grootste in de tijd van vrede. En die quote is volgens mij ook de tragiek van die periode. En ik denk dat we eigenlijk weer, we hadden begonnen met het landbouwbeleid. Dat is volgens mij ook geboren in een fase dat er groot gedacht kon worden over wat Europa nodig heeft op het gebied van landbouw. En ik denk dat deze tijd, if anything, groot denken nodig heeft. Ook over het belang van het weer bijhalen van de Engelsen. Ondanks dat ze van zin zijn dat hun ijs geen roomijs hoeft te eten om toch het beste ijs van de wereld te zijn. Ik denk overigens dat het ijs van Engeland best goed is, als ik zo mag zeggen. Maar dat terzijde. Nou, ik hoop dat deze discussie en het boek in ieder geval inspiratie zal zijn tot Grootschenk. Want we komen langzamerhand aan het einde van het uur. En het is daarom tijd om af te ronden. En allereerst wil ik natuurlijk mijn gesprekspartners hier aan tafel heel hartelijk danken voor hun openhartigheid en de interessante discussie die we hebben gevoerd. Ook de mensen thuis wil ik bedanken voor het kijken. En met name de velen onder u die Peter Bootsma hebben geholpen met het tot stand brengen van het boek. Daaronder ook twee neven, Jeff Lardinois en Fred de Warimont. En onze nicht Marielle en haar echtgenoot Ben Puilaert, die serieus zoekwerk voor het boek hebben verricht. En nog vele anderen die de auteur hebben bijgestaan met raad en daad. Onder de personen die Peter Bootsma heeft geïnterviewd verdienen Gerard Mertens en Roelof Nelissen speciale vermelding, die hij gelukkig nog kon spreken voor hun overlijden. En verder wil ik mijn medeleden van de begeleidingscommissie van het boek, Carla van Balen en Frank van den Heuvel, nogmaals heel hartelijk bedanken voor de zorgvuldigheid waarmee zij het manuscript hebben gelezen. Ten slotte verdienen de Rabobank, de stichting Dr. Abraham Kuipers Fonds, de stichting Dr. Schaapman Fonds en het Nuyenfonds onze dank voor hun financiële steun aan het boek. Maar de meeste dank gaat uit naar Peter Bootsma en de uitgeverij Boom, die er een prachtig boek van hebben gemaakt. Verkrijgbaar voor slechts €94,90 bij een boekhandel bij u in de buurt. 24,90. Even voor de duidelijkheid. Dat knippen we eruit. Ik hoop dat u genoten hebt van deze boekpresentatie. En straks nog meer van het lezen van het boek. En daarmee sluit ik af. Mooi, dankjewel.